Nee, het heeft me niet verrast. Al is het nog maar anderhalve maand, werk je heel intensief samen. Werken we op een hele goede manier samen. Daar twijfelen we mensen nog wel eens aan. Maar we werken echt op een hele goede manier samen. Maar je hoort ook wel tussen de zinnen door en de gesprekken door. Dat dit er aan zat te komen. Nou anticiperen we een keer. Mm-hmm. Pinto gaat weg, dus we halen alvast een back. En dan gaat Pinto niet weg. Nee, en een Pinto is een van de betere spelers. Ja, maar afgezien daarvan, het feit dat we nu dus met drie rechtsback, linksback zitten, omdat we, anticiperen wij een keer, is weer niet goed. Ja, maar de intentie is om 1/3 open te gaan. Maar goed, of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, dat zal vanmiddag ook weer besproken worden. Dus we hopen dat ik dan ingelood word, hè? Oh, eigen belang. Anders zit ik thuis weer. Ik vond het wel goed stel vandaag. Dus ik denk dat je wel goede kans hebt. Maar we hopen toch echt wel dat natuurlijk. Ja, zeker. Goedendag, welkom bij een bijzondere podcast Sparta. Bijzonder omdat we net als in december weer camera's erbij hebben. We zitten in de studio van FC Rijnmond. En ook bijzonder omdat de gast is de technisch directeur van Sparta, Gerard Nijkamp. Er is genoeg te bespreken, dus top dat je er bent. Fijn dat we die afspraak al lang geleden gemaakt hebben. En Anton Slotboom zit er, natuurlijk supporter van Sparta. Schrijver, journalist ook. En chef sport van Sparta en ook een Spartaan, Ruud van Os. Nou, fijn dat jullie er zijn. Dat is wel een hectisch dagje. Ik denk die transfer deadline day die is voorbij. Je kan een beetje rustig aandoen, maar nu moet je op zoek naar een nieuwe trainer. Nu Vreese heeft aangekondigd te stoppen. Nou, de kleine oogjes van gisteravond, of bijna vannacht bij ESPN, wist de wereld nog niet. Of de wereld, maar goed, het Rotterdamse nog niet wat er vandaag stond te gebeuren. En dat we door moeten en we gaan door. Maar het bekende nieuws over Henk, dat hij de club gaat verlaten. Ja, ik wil graag beginnen, mannen, met drie stellingen. De eerste is voor jou, Gerard. Het vertrek van Henk Vreese heeft mij verrast. Ja of nee? Nee. Anton, ik kijk met een goed gevoel terug op de afgelopen transferperiode. Ja of nee? Ja. Ruud, maar toch gaat Sparta degraderen. Nee. Kom je daar nou bij? Nou, daar komen we straks wel op, denk ik. Je zegt, het heeft mij niet verrast. Nee, het heeft me niet verrast. Al is het nog maar anderhalve maand, werk je heel intensief samen. Werken we op een hele goede manier samen. Daar twijfelen we mensen nog wel eens aan. Maar we werken echt op een hele goede manier samen. Maar je hoort ook wel tussen de zinnen door en de gesprekken door. Dat dit er aan zat te komen. Dus wanneer hoorde je het? Gisteren. Ja. En hoe hoor je dat dan tussen de regels door? Hoe merk je dat dan? Nou goed, kijk, ik kom wel bij Sparta met in een situatie waarin voor mij het nodig is gebeurd. En ik wil altijd vooruitkijken en het vanuit het hier en nu. Maar dat er een aantal zaken nog wel steeds speelden, misschien nog wel spelen, krijg je dat. Dat gevoel. Mag ik dat voor je invullen? Vreese bouwt dus nog steeds van het vertrek van Van Stee? Nou, dat denk ik. Dat heeft hij zich zeker bij neergelegd. Alleen als je dan weer kijkt naar de toekomst, dan zal dat denk ik wel mee hebben gespeeld. We hebben net gevraagd aan Henk Vreese namelijk of het opstappen van Henk Van Stee reden is voor Henk Vreese om ermee te stoppen aan het eind van het seizoen. Nee, eigenlijk niet. Want als dat de reden was geweest, dan had ik dat toen al gedaan. Maar ik heb al duidelijk de reden toen aangegeven. Het was wel een moeilijke, heb ik ook volgens mij toen aangegeven. Het was je loyaliteit tonen aan iemand die eigenlijk ondertussen een vriend geworden is door de nauwe samenwerking. Maar ik voelde me ook verantwoordelijk voor mijn groep. En dan praat ik niet alleen over de spelers, maar ook zeer zeker over mijn staf. Ik heb daar nadrukkelijk met Van Stee over gehad. Voor mij was het heel belangrijk dat hij daar begrip voor had. Ook omdat hij misschien nog veel meer dan ik een Sparta-man is. Dus ja, eerlijk gezegd, tussen ons was dat niet zo heel ingewikkeld. En net zoals ik toen een reden ervoor had, heb ik nu mijn redenen om een andere keuze te maken voor mezelf. Ja. Wat zou dan de reden zijn, mannen? Of ga jij dat nu vertellen, Gerard? Nee, maar goed, dat zijn dingen wat je vooral bij Henk moet laten. En als Henk daar iets over wil vertellen, meer dan dat hij nu zegt, dan is dat aan Henk. Ik denk dat het niet meer aan de club is. Wij moeten verder. En dat gaan we doen. We hebben het moment bepaald om het mede te delen vandaag. Wanneer is het juiste moment? Daar kun je ook een vraagteken bij stellen.
Maar wij moeten vooral de focus houden op het verloop van deze competitie. Maar dat moment dat komt precies een dag na het sluiten van de transfermarkt. Kan dat dan betekenen dat hij niet tevreden is nadat het in de winterse of in de zomerse transferperiode niet gelopen is zoals hij zou willen? Dat het nu mogelijk ook niet gelopen is zoals hij zou willen? Nee, dat geloof ik niet. En ik denk dat daar ook dat jullie daar ook wel een stukje van hebben. Hoe hij de samenwerking ziet. En wat we hebben gedaan. En we hebben dat allemaal in goede harmonie bewerkstelligd. En de keuzes daarop gebaseerd. En dat is in mijn beleving niet het geval. Jammer, mannen? Ja, tuurlijk is het jammer. Want het is een oerspartaan. Dat was hij al, maar dat is hij nog meer geworden de laatste jaren. Het waren drie geweldige seizoenen. Dit seizoen loopt het niet zo geweldig, maar laten we hopen dat het goed afloopt. Maar op zich, je kan het één jammer vinden, want dat vind ik. Maar ook, misschien is het wel niet verkeerd. Misschien is het wel tijd voor beide voor iets nieuws. Leg dat laatst eens uit. Nou, gewoon na vier jaar. Ik wil niet hebben over een houdbaarheidsdatum of de rek eruit is. Maar gewoon een frisse iemand voor de groep en ook een frisse club voor hem kan toch ook geen kwaad? Nee, jij bent altijd best wel kritisch geweest in de podcast op Vrezen. Ja, zeker. Ja. Ik moest natuurlijk op de tribune aanschouwen hoe er gevoetbald werd. En dat was vaak behoudend, ook al vond hij zelf dan van niet. En dat hield niet altijd over. Het was best wel behelpen eigenlijk ook. Ja, de teams waren niet altijd ideaal, de selecties niet altijd even sterk. En toch is het zijn gemengde gevoelens. Want hij was natuurlijk wel degene die bleef toen wij degradeerden. He, dus hij tekende bij een eredivisieclub, Sparta ging eruit en hij bleef. En we kwamen weer terug. Dus we moeten hem eigenlijk ook wel dankbaar zijn voor die toch wel lange periode eigenlijk dat hij het bij Sparta heeft volgemaakt. En bij supporters heerst natuurlijk nu het gevoel van het is erop of eronder. We staan op een enorm kruispunt met Sparta op allerlei vlakken. Ja, een half jaar nog met iemand die al weet dat er iets anders longt. En hij is al afgeleid door het Nederlands elftal. Ja. Zou dat echt mee te maken hebben? Het is niet een ideale positie. De trainer heeft allerlei afleiding. Dat is hoe dan ook niet ideaal. En Vrees is een goede coach. Nee, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Want als ik daar iets bij voelde, dan hadden we het niet gedaan. Ik denk dat het alleen maar dat het Sparta gaat helpen. In financieel opzicht? Krijgt Sparta weer een ton, net als vorige keer? Nou goed, het gaat mij helemaal niet om de financiën in dit geval. Het gaat me er wel om van hoe een persoon als Henk zich daar kan ontwikkelen. Dat is goed voor hem, maar dat is ook goed voor Sparta. Hoe hij dat mee terugneemt naar zijn staf, naar zijn spelersgroep. Ideeën die daar ook ontstaan. Daar kan een club alleen maar beter van worden. Daar heb ik in het verleden ook bij mijn andere club altijd ruimte voor gegeven. Dat was toen met Dwight Lodewegers bijvoorbeeld. Ik denk dat het alleen maar goed is in meerdere opzichten. Ja, de cijfers wijzen dat natuurlijk niet uit. Want sinds hij daarmee is begonnen, gaat het met Sparta echt slechter. Ja, maar heeft dat daarmee te maken? Dat is ongetwijfeld te makkelijk, maar dat wijst het wel uit. Daar komt bij dat hij nu weet dat hij iets anders gaat doen. Want de eerste overwinning van Sparta dit seizoen was precies na een interlandperiode tegen Fortuna, zeg ik uit mijn hoofd. Ja. Dus nee, de enige obstakel zie ik hierin is hoe gaat hij een nieuwe club vinden in de wetenschap dat hij dadelijk bijna 2 maanden weg is. Welke nieuwe club voor Vrezen is niet ons probleem, maar gaat daarmee akkoord. Wat ik ook opmerkelijk vind, hè, Gerard, bij het eerste interview na jouw aanstelling met Henk Vrees, toen zei hij dat de eerste date was heel erg leuk. Kan het zo zijn dat het geen liefde op het eerste gezicht is? Ja, het wordt heel erg, dat merk ik wel, het wordt heel erg gericht op ons, op Henk en mij en vanuit het verleden. Ah, Henk zit hier nu dus. Nee, tuurlijk, dat snap ik wel. Alleen, wij zijn professionals en we werken echt uitstekend met elkaar, ik kan niet anders zeggen. Ook de manier hoe ik denk dat we moeten samenwerken, hoe ik ook een club wil leiden en wat voor rol een hoofdtrainer daarin moet nemen, daar kan ik alleen maar heel erg blij mee zijn. Dus ik vind het echt ook jammer dat Henk dit besluit neemt, maar ik respecteer het wel. Maar is hij over te halen, vraag ik me dan af. Heb je geprobeerd hem over te halen om te blijven? Nou, ik loop lang genoeg mee in dit wereldje waarin ik voel wanneer je dat zou kunnen overwegen en dat zou kunnen doen. Gisteren heb ik gelijk tegen Henk gezegd van Henk, ik kijk in je ogen. Ik hoor ook wat er eerder is gezegd in de weken ervoor. Dit heeft geen zin en ik vind het nog steeds heel erg jammer, maar we moeten het respecteren. Wat vaak wel zo is, want je loopt lang genoeg mee in het wereldje, zeg je terecht, is inderdaad, Anton zegt net, een trainer gaat weg. Dat is niet vaak bevorderend voor de prestaties en dan haalt zo'n trainer ook vaak het eind van het seizoen niet. Heb je daar al gedachten over? Ja, je gaat natuurlijk niet hier zeggen nog 2 keer verliezen en hij is eruit, dat snap ik ook wel, maar je weet wel hoe het werkt. Ja.
Nou, ik maak me daar ten eerste absoluut geen zorgen over. Er zijn denk ik ook voldoende voorbeelden waarin trainers te kennen hebben gegeven dat ze de club gaan verlaten, maar waarin het prima tot een eind is gekomen. Die voorbeelden zijn er ook. En daar heb ik ook bij Henk het juiste gevoel bij. Ik zit er heel dicht op en we hebben elkaar dat gisteren ook heel duidelijk naar elkaar uitgesproken. Dat wij dat gemeenschappelijke belang absoluut hebben en houden. En vanochtend ook nogmaals tegenoverstaan van de spelersgroep. Dat het belang van Sparta uiteraard voorop staat. Hoe reageerde die spelersgroep? Gelaten, zoals een spelersgroep altijd reageert. De reserves die hangen de vlag uit en de anderen nee, zeggen niks. Nee, zelfs niet. Je ziet geen emotie. Geen emotie van een juichmoment van scoren of een teleurstelling bij een goal tegen. Neutraal. Ja, maar nu dacht jij na het afronden van die winterse transfermarkt van eventjes een heel klein stapje terug doen. Ja. Nu moet je voor aan de bak. Ja, maar goed, dat geeft ook wel weer energie, moet ik zeggen. Ik respecteer, wat ik net zei, het besluit. Maar ik respecteer ook het moment dat Henk mij die mededeling doet. Om zo ook de tijd te krijgen om zijn opvolger te gaan vinden. En de juiste man aan boord te krijgen die ons verder gaat helpen in de ontwikkeling van Sparta. Ja. En dan heb je geslapen in het hotel van de Valk, een beetje aan het nadenken. Blijdorp, hè? Even. Oh ja. Oh, ja. Hele ja, lieve mensen. Ja, als wordt Martijn betalen. Ja, wordt Martijn Brakman boos, hè? Ja, moet je betalen natuurlijk. Ja, dat zullen we niet hebben. En nu kan ik de portemonnee thuis laten. Ja, precies. Maar dan ga je nadenken over het profielschets. Waaraan moet hij voldoen? Moet het een Nederlander zijn? Moet hij een Sparta-achtergrond hebben? Moet het meer een type veldtrainer zijn, een manager? Ja. Nou goed, dat zijn allemaal zaken wat we nu gaan oppakken. Weet je? Ja, uiteraard weet ik dat. Alleen dat deel ik eerst met mijn bestuur. We hebben een one-tier board. Nou, zo lekker dat Hans de Koning erbij is gekomen. Precies. Dus ook Hans zal ik daar in meenemen. Maar ook onze voorzitter Leo Ruijs en Alex Stijn, de vicevoorzitter Manfred uiteraard. En dat gaan we met de groep bespreken. Om vervolgens dat profiel neer te leggen en daar de juiste kandidaat bij te vinden. Nou, je krijgt nu hulp van Anton en Ruud. Welk type trainer past het beste bij Sparta? Nou ja, ik vind dat moeilijk. Want Frezer was zeer succesvol. Dus dan zou je zeggen, zoek een kopie Frezer. Toch? Maar ja, dan zullen een aantal op de Dennis Neville-tribune zeggen, alsjeblieft niet. Want dan gaan we weer zo negatief spelen. Is gewoon lastig. Je moet kijken wat voorhanden is. En dan daar een keuze in maken. Ja, weet ik het. Ik weet het zo snel even niet. Nee. Gerard de Nooijer? Maar dan ga ik weer ook omdat hij een Sparta-achtergrond heeft. Maar ik ben wel eens benieuwd. Is dat belangrijk, een Sparta-achtergrond? Nee. Dat is een naam die gewoon nu bij mij naar boven komt. Maar je kan ook zeggen Edwin de Graaf van NAC. Ik noem maar wat. Ik weet niet of dat een goede trainer is. Ja. En een heleboel mensen gaan zeggen Gerard Nijkamp. Dus het wordt Jaap Stam. Ja. En daar is natuurlijk één naam die we allemaal vandaag noemen. Maar in de zin van doe dat niet. Ja, nou, Ron Jans zou ik hier overwegen. Als je die los weet een week, dan mag het. John van Schip. Maar Jaap Stam. Daar heb ik allemaal mee gewerkt. De geschiedenis van Jaap Stam in Rotterdam is niet een hele gunstige. Dus er wordt vandaag al behoorlijk veel gegrapt. Maar ik vind het wel onterecht dat Jaap Stam nu in Rotterdam als een of andere krotenkoker wordt neergezet. Ja, hij heeft het blijkbaar bij Feyenoord. Maar hij heeft bij Feyenoord ook echt slecht gedaan. Nee, dat lag toch niet alleen aan Jaap Stam, zeg. Die had met een kreupele Leroy Fair te maken. En dan kan ik nog een paar namen noemen. Ja, ik vind, maar ook een beetje naïef kan ik vind dat in Nederland heel snel. En ging daar de technisch directeur ook niet weg, vlak voor dat hij de algemeen directeur begon? En de algemeen directeur, dat was op bestuurlijk niveau het aardig onrustig. En dan moet je als hoofdtrainer gelijk er staan. Dus ik denk dat hij ook wel wat stormen heeft gehad daar. Zou je hem een kans willen geven dan? Nou, kijk, ik ga absoluut niet in op namen. Dat lijkt mij niet verstandig. Dikkie prematuur ook misschien. Maar ja. Omdat ik nog met de mensen moet praten en aangeleid moet houden. Maar we gaan het de juiste persoon vinden. Maar het is heel makkelijk, omdat dat wel een beetje bij mij hoort. En daar kan ik niet tegenspreken, want vanuit Zwolle naar Cincinnati heb ik natuurlijk ook wat linkjes gemaakt en mensen daar naartoe gebracht. Vind je dat het snel bekend moet worden ook? Dat rust creëert als je nu al ergens de komende weken al zou zeggen waar we volgend seizoen aan toe zijn? Nou, ik denk zeker dat dat iets is wat wij het zeker over moeten gaan hebben. Omdat dat zeker rust geeft, daar ben ik het wel mee eens. Je weet ook niet op welk niveau we opereren. Ja, dat is ook zo gek. Ook dat. Maar het mooie is, stel Sparta maakt volgende week bekend dat ze een nieuwe trainer hebben. Ja. En Sparta leidt een nederlaag. Dan gaan ze naar Gerard hoor. Van joh, die vrezen eruit, laten we vast beginnen. Ja, hij valt niet te benijden. Ben je daar gevoelig voor? Was je al niet in gesprek met een kandidaat voordat Henk aangaf? Ja. Je hebt de vraag al gehad te horen. Wanneer word ik weer uitgenodigd? Dan kunnen we dat even bespreken met elkaar. Willen jullie nog wat kwijt over de trainer, over Henk Vrezen, over een nieuwe trainer? Anders
stel ik voor dat we dit hoofdstukje afronden. Lang genoeg geduurd. Ja, ongeveer 13 minuten precies te zijn. Dus ik ben wel benieuwd, hè? Hoe heb jij zo'n deadline day nou beleefd? Werkte je vanuit het hotel? Werkte je vanuit de club? Zit je dan heel de dag met je telefoon in de oplader? Hoe gaat zo'n dag? Zo'n dag gaat eigenlijk best wel hetzelfde als bij op elke dag als we een deadline hebben. Bij elke club bedoel ik. Alleen ik moet zeggen, bij Sparta werd ik gisteren zeer aangenaam verrast dat we eigenlijk daar met een groep zaten. In het verleden zat ik dan met de financieel directeur en nog eens een keer met mijn teammanager. Want die moest dan gelijk dingen regelen. Maar Wesley vanuit de media is de hele avond er geweest. Tim, assistent. Manfred. Kevin natuurlijk vanuit Valkenburg. Contractueel Valkenburg. Zelfs Jesper, onze hoofdscouting. Gudde. Ja, dus we waren echt met een groep daar tot het laatste moment. Uiteraard, wij hebben ook de pizza's besteld. Zoals dat mooi bij Barcelona werd aangegeven. Dat is precies hetzelfde bij ons. Ja, klein verschil. En dat beleef je met elkaar. En, meer geld. Ja. Dus dat gebeurde op zich niet zoveel. Wat uitgaande zaken, wat altijd weer tot op het laatste moment duurt. Hè. Vooral met Brian was nog wel even wat zweetdruppels, moet ik zeggen. Die moest nog gekeurd worden, die moest snel naar Lommel rijden. Dan zit je daar nog met de Citigroup die dan handtekeningen moet zetten. Dan kan Lommel zelf niet. Dus dat was nog wel even een lastige, maar het is ons gelukt. Dus ik geloof Wesley, de laatste persbericht ging eruit 3:58. Ja. En hoe hebben jullie zo'n dag dan beleefd als volgers van de club, als supporters? Anton? Ik zit in een groepsapp waarbij mensen langs het stadion rijden, fotootjes maken, ze brandt het licht nog. Dat begreep ik ook. Ja, dus, staat de auto er nog? Ja, staat de auto er nog. En er wordt gespeurd, joh, ook op nummerborden en bij welke dealers die auto dan vandaan komen. Ja, dat is één groot spel natuurlijk. Ik moet eerlijk zeggen dat het uitgaande nieuws me meer bezig hield gisteren dan het nieuws over nieuwkomers, gek genoeg. Wat dan? Nou, Smeets weg. Emega weg. Ja, Heilen niet weg? Ja, Heilen maakt me niet zoveel uit, maar met die andere twee had ik wel. Kregen die niet weg, Heilen? Gekke band, ja. Nou goed, kijk, je hebt altijd meerdere partijen nodig om iets te laten slagen. Dat is met Smeets gebeurd, dat is met Emmanuel gebeurd. Dat is niet met Heilen gebeurd. Nee. En Mika zou ook nog vertrekken. Ja? Is ook niet gebeurd. Pinto. Maar dan kunnen we gelijk even het verhaal tackelen over die drie linksbacks. Ja, daar komen we zo op. Maar ik ben wel benieuwd naar wat voor. Nou, daar was belangstelling voor. Dat doet hij niet toe, want het is niet doorgegaan. Dus, Ik vind het wel interessant. Heeft hij een vertrekwens dan? Hij heeft een vertrekwens, ja. Ja. Maar dus daar moest ik op anticiperen om met Risa al aan de slag te gaan. Nou goed, op het eind gebeurt het niet dat Mika zijn nieuwe club vindt. Nou ja, dan zitten we met drie linksbacks. Ja, dat is waar. Ja, want is die Risa Durmisi, is die puur voor de linksbackpositie gekomen? Of kan die ook links centraal achterin spelen? Nou, als je hem ziet en je ziet zijn lengte, dan is hij niet direct een profiel voor een linker centrale verdediger. Dus hij is echt wel voor de linksback positie. Hij is een enorm offensieve linksback. Hè. De modewoord wingback hebben ze daarvoor. Nou, dat is hij echt op en neer. Verdedigd heel agressief, maar ook gewoon een goede voorzet. Dus die positie, en dan moet hij de concurrentie, gaat hij aan met Mika en Aaron natuurlijk. Ja. Ja, dit vind ik wel heel interessant wat nu gezegd wordt. Hè? Want Sparta wordt dan verweten, ook onder Henk van Stee. We hadden moeten anticiperen op het vertrek van Duarte en van Haroui. En dat heeft Sparta niet gedaan en daarom is die transfer zo mislukt. Nou anticiperen we een keer. Mm-hmm. Pinto gaat weg, dus we halen alvast een back. En dan gaat Pinto niet weg. Nee, en een Pinto is een van de betere spelers. Ja, maar afgezien daarvan, het feit dat we nu dus met drie rechtsback, linksback zitten. Ja. Omdat we, anticiperen wij een keer. Is weer niet goed. Ja, maar het is toch super moeilijk beleid maken. Nee, daarom, in die voetballerij. Dat bedoel ik. Ja, die dag is net of je in het casino staat. Die ja, ik zie het ook niet zo als een probleem. Ja, dan hebben we drie backs. We kunnen ook zeggen dat we drie rechtsbacks hebben. Abels is nog steeds nodig voor centraal achterin. En waarschijnlijk ook nog wel voor het middenveld. Als we met blessures en schorsingen te maken krijgen. Ja, het middenveld is genoeg nu, hè? Als je ideaal... Ja, dat klopt. Maar goed, Brian is natuurlijk nu weg. Dus dat valt weer wat mee. Maar het ideaal plaatje is op elke positie twee spelers. Drie keepers. Misschien vier keepers met een goede talent achter de hand. Maar dat ideaal plaatje, dat heb je niet altijd. Maar het belangrijkste is anticiperen. Je kunt beter maar voorbereid zijn en keuzes maken. Dan dat je achteraf moet zeggen...
zeggen, hadden we dit nu maar gedaan en nu zitten we met deze situatie. Ja, waar ik dan wel benieuwd naar ben, want we hebben het over Dumissi. Hoe komt zo'n jongen nou van Lazio Roma bij Sparta terecht? Het is niet zo dat de technische directeur denk ik van Lazio belt van... Nee. Het is wel een heel mooi verhaal, maar dat komt pas later. Nou. Ik ben gebeld door Michi zelf. Door hem zelf? Want hij had een nummer gekregen van Younes Nnamdi. Dacht ik al, ja. Want die kennen elkaar van Brøndby, vanuit het verleden en het nationaal team. De spelers hebben altijd nog contact. En al pratende werd ik gebeld. Ik liep door het mooie Rotterdam, al wandelend. En ik kreeg een telefoontje vanuit Denemarken, waar hij verbleef. En hij vertelde zijn verhaal. Waar hij in zat en dat hij op zoek is naar een club waarin hij zich in de picture weer kan spelen bij de bondscoach van Denemarken om het WK te halen, ja, in Qatar. 23 interlands gespeeld? 23 interlands gespeeld, aardig wat clubs in zijn lijst. Lazio is dan niet dat geworden wat ze er allemaal van hadden gehoopt. Maar hij zoekt een platform waar hij kan spelen. Nou, die jongens komen met elkaar in gesprek. Dan kun je zeggen, want dit soort situaties krijg ik natuurlijk wel vaker. Alleen soms word je getriggerd en dan denk je van ja, het is niet mooi scouten, het is niet mooie identificatie, het is niet data, het is niet dit, het is niet dat. Maar ik word wel getriggerd door Younes Nnamdi, de voetballer die wel het verschil kan maken. En je bent gelijk naar Rome gevlogen, toch? Dat ook met voor een training komt. Ja, bekijken. Ja, het was de bedoeling, want ik wil altijd... Henk en de staf dat die aangelijnd zijn en dat die ook meegaan in dit verhaal. Dus ik wilde hem uitnodigen om naar Sparta te komen. Dat liet de club niet toe. Lazio liet dat niet toe. Toen zei ik, nou, dan stap ik in het vliegtuig en dan kom ik naar jullie toe. Achteraf gezien was het ook veel beter, want dan ga je met een sportdirecteur een hele dag in gesprek. Die man begon eerst het verhaal over dat hij in het verleden, in 1993, wanneer Winston Bogarde nog speler was van Sparta, dat hij stage had gelopen bij Sparta. Goed. Toen dacht ik van, dit gaat hem worden, want ja, we gaan hier geen issues krijgen. Dus hij gunde het ook gewoon Sparta, gezien zijn salaris, wat hij daar verdient. Ja, daar kunnen wij helaas niet aan voldoen. Dus het was ook gunnen. En ik heb hem aan training gezien, 's ochtends en 's middags. Dat zag er echt prima uit. En we hebben het rondgemaakt, dus. En nu speelt hij voor ons. Gunt hij ons nog meer? Want open dag, Sparta, Lazio, Roma. Ik zeg ja. Ja, nou, ik moet zeggen, ik heb die training gezien. Dat nodigde wel uit om straks een keer een wedstrijd te gaan bezoeken. Dan gaan we met z'n allen naar Rome toe. Nou ja, dat ligt eraan hoe jullie Sparta blijven volgen en hoe die kritiek is. Maar nee. Ga je dan in je eentje naar Rome? Ja, in dit geval was het best om in mijn eentje snel heen en weer te gaan. Dus een beetje anoniem. Hey, Gerard, je had het net over... Ik kan nog redelijk anoniem Rome overschrijven. Ja, dan is nog podcast wel met video niet meer, hoor. Dus kijk maar uit. Helaas. Je had het net over mooi scout, hè? En je zei ja, met data en zo. Wat is nou, want jullie hebben best wat spelers gehaald. Ja. Dalmau, Nnamdi, Verschuren, De Kamps, Dumissi. Volgend seizoen Mike Eerthuizen van Volendam. Wat is nou van die spelers, degene waarvan je zegt, ja, dat is nou mooi scouten? Ja, mooi scouten is mijn beleving dat je dat hele traject bewandelt. Hè? Van... video, je gaat de speler bekijken, je gaat live kijken, je checkt de data of dat ondersteunend is aan datgene wat je ziet. Ik heb gehoord dat de data van Verschuren heel erg goed waren. Dat jullie mede aan de hand van data bij hem terecht zijn gekomen. Ja, dus hij is mooi gescout. Ja, nou ja, het gaat niet om het woord, maar het is wel zo van dat het hele traject is bewandeld. Waarin we dan op een gegeven moment iedereen aangelijnd houden. Jesper Gudde komt vanuit SciSport. Ja, die heeft daar heel veel ervaring op gedaan en een hele mooie manier van ontwikkeld hoe we dat ook presenteren. Ja, en dan moet je dat gevoel niet alleen maar zelf bij jezelf houden, maar dan moet je ook dat delen om gezamenlijk een keuze te maken. Want Henk met zijn staf, die moet op een gegeven moment zo'n speler wel of niet opstellen. Nou, we wilden vooral in het middenveld een wat ander profiel hebben, wat complementair is aan anderen. En dat is denk ik wel tot op heden gelukt. Ik weet ook dat we pas echt de eindconclusie kunnen geven op het moment dat we in de Eredivisie blijven. Ja, precies. Maar waarin onderscheidde hij zich dan? Op welke data? Nou, het is wel gewoon in het aanlopen, dus het box-to-box spelen, in vooral naar voren denken, waarin je echt hele goede data laat zien. En gewoon echt niet vanuit het middenveld, alleen maar terug, maar ook vooral dan in die eindfase komen van in de 16 om
ook de expecting goals te creëren. Juichen jullie dit toe, deze manier van scouten? Ja, natuurlijk. Als Amerika-liefhebbers, zoals wij zijn, daar gaat het al jaren zo. Het is in andere sporten in Nederland ook. En ik ben blij dat het voetbal bij Sparta nu ook wordt toegepast. Niet alleen bij Sparta, ook bij andere clubs natuurlijk. Ja. Ja. Maar dit is wel even wat beter dan... Ik keek hem in zijn ogen en er zit een goede kop op. Ja, dat was vroeger nog wel bij Sparta. Christian Vermes, die rechtsback, die had een hele goede kop bij Sparta. Maar... Ja, het gaat natuurlijk heel vaak met, en dat zegt niet alles, maar het is wel zo van, we droppen een naam en we gaan gelijk op Transfer Market of op YouTube gaan we beelden kijken. En je ziet altijd de topbeelden, want dat zorgt een zaakbenemer wel voor. Maar nu moet je er dieper in. En in Amerika, evidence, je moet bewijslast geven aan de mensen die je moet overtuigen. Dat is natuurlijk je staf, maar dat is ook je bestuur. Dat we iedereen aangelijnd krijgen in de keuze die we maken. Want dan kun je het ook steunen. Maar dat is interessant, want een nieuwtje van laatst was dat we lid waren geworden van een platform, toch? Kun je het nog herinneren? Dat is dat Transfermarkt, toch? Of niet? Ja. En wat heeft dat dan opgeleverd als je naar dit rijtje kijkt? Nou, de nieuwe platform. Dat is Jury de Kamps. Kijk, Jury, die komt via dat platform. Ja, die komt via dat platform. Kijk, Transfer Room is een platform wat ruimte geeft voor clubs en technisch directeuren. Dus direct, hoofdscouting, direct met elkaar in contact te komen. Dus dan wordt niet een speler aangeboden door zaakbenemers. Maar dan is ik bijvoorbeeld, of Jesper, die gaat direct een speler pitchen. In dit geval Heilen bijvoorbeeld, vanuit ons naar een andere club. En die wordt opgepikt of niet. In dit geval was Jury de Kamps van Slovan Bratislava, werd gepitcht. Hadden we op dat moment even nog niet in beeld. We gaan dan gelijk hem in het systeem zetten om te kijken van of dat klopt voor de positie die we zoeken. Of dat correspondeert met hoe wij naar dat profiel kijken. Dat is dus ook met die data. Nou, en als dat dan klopt, dan gaan we dat gelijk terug reageren. En dan vraag ik om de voorwaarden. Nou, dan hou je het echt heel clean. Want dan gaat er niet een zaakbenemer al proberen daar iets... alle goede zaakbenemers daar gelaten. Want ik heb ook een hele goede relatie met heel veel zaakbenemers. Maar vaak is het wel dat het wat makkelijker wordt om een deal, en vooral in deze tijd... een betere portemonnee. Vaak ook nog wat interessanter voor de portemonnee. En dan kom je bij dat budget. Want dat budget is natuurlijk wel het budget. Ja, nou, over dat budget gesproken. In dat persbericht wat Sparta uitbracht over de transfer van Verschuren. Er staat letterlijk, het waren intensieve onderhandelingen. Waarbij de transfervergoeding die wij zijn overeengekomen. Uiteindelijk blijk geeft van onze ambities om sportieve resultaten te boeken. Dat klinkt alsof de hoofdprijs is betaald. Nou, het toont dat wij gewoon willen investeren in spelers die in de toekomst waarde gaan vertegenwoordigen. En ik hoop dat die toekomst gelijk zondag is, wanneer die voor het eerste keer gaat spelen, naar alle waarschijnlijkheid. En dat we dan daarin weer waarde gaan krijgen en hem kunnen gaan verkopen om dat weer te gaan herinvesteren in anderen. Want Verschuren die is gehuurd in een na 2 jaar contract. De Kamps die is gehuurd met een optie tot koop. Ja. Die de Kamps, Anton, ik moest een beetje aan jou denken. Die zit helemaal onder de tatoeages. Ja, mooi, hè? En die pakt de ene na de andere gele kaart. Hij heeft het record van het meeste aantal gele kaarten. En jij bent een mannetje van, ik ben altijd zo begaan als Sparta, als herenclub. Ik dacht al, waar ga je nu naartoe? Nee, daar ga ik naartoe. Ja. Dat was ik ook wel even benieuwd naar. Ja. De herenclub is ook schoppoten, armen, ribben tot appelmoes. Dus SPA, RTA. Dus geknokt werd er ook al. Wordt sinds mensenheugenis wordt op het kasteel echt gevochten om de winst. Dus in die zin wel. Alleen, die eerste pot. Ja, je zet de tv aan. Mocht er natuurlijk niet naartoe. En, ja, maar even met alle respect. Ik beluisterde jullie programma. Ik weet niet of het een podcast was of gewoon een wekelijkse programma. Je kijkt alles toch? Ja, en er werd iets aangegeven, ik geloof dat jij het was, over een paasje over 10 meter die achter Vieten van Krooi kwam. En daarop baseerden we dat hij een hele slechte wedstrijd speelde. Nee, hij had ook balverlies geleden waar de eerste goal uit kwam. Ja. Dat klopt, dat zei je ook in het begin. Dat vind ik ook een punt en dat zal hij als eerste zelf zeggen. Maar ik vind het een beetje te kort door de bocht. Ook weer een jongen die geen basisspeler meer was bij Slovan. Ook wat ritme tekort komt. Wij gaan hem erin zetten. We nemen de verantwoordelijkheid. Henk, ik neem de verantwoordelijkheid om voor die jongens te kiezen. Moeten we niet gelijk na 2 momenten gelijk zeggen, die kan er niks van. Wat ik zei, om het dan het plaatje compleet te maken. Ik zei wat ik wel mooi vond van hem. Hij trok het naar zich toe. Hij nam het initiatief, opende op links, opende op rechts. Alleen hij was ongelukkig in die momenten. Ja. Hij was ongelukkig, daar ben ik het mee. Maar wat zeg je dan? Wij beschadigen zo'n speler als we te snel zeggen, je kan dat niet? Ik vind je, dan wordt er gelijk zo'n stempel erop gedrukt van al die jongens die we in de winter halen. Daar zit al een heel groot vraagteken bij.
Wij proberen dat wel op een goede manier te doen. Alleen wij weten ook, we gaan geen basisspeler van Utrecht halen. We gaan geen basisspeler van AZ halen. Dat we risicootjes nemen, liefst zo laag mogelijk, maar we nemen een risicootje. Dat zo'n speler dan gelijk bij twee basis... Dat gevoel heb je. Ja, maar ik ben niet objectief. Hè? Zeker niet. Maar wij kijken. Nee, maar dan moet je ook liever zijn voor die jongens dan. Maar wij kijken de afgrond in. Er is geen tijd meer. Dus als wij de afgrond inkijken en we zien een nieuwe speler die dan wordt gehaald na 10 minuten al in de fout gaan, doet dat natuurlijk zeer. Ja. En dan ga je inderdaad als een supporter praten van wat krijgen we nu. Ja. Ja, en Anton wordt in deze podcast ook vaak als Pietje Paniek neergezet. Oké. Na de eerste niet gewonnen oefenwedstrijd op 6 juli begint hij al over degradatie. Oké, oké. Nou, dan moet ik daar nog een beetje aan wennen. Ja, daar moet je nog aan wennen. Een beetje doorheen kijken. We hebben het meegemaakt dat wij terugzakken. En dat is geen pretje. Nee. En dat willen we niet nog een keer meemaken. En het heeft er dit seizoen, door alles wat er gebeurt, en dat is heel veel, ook ver voordat jij kwam, gebeurde dat al. Ja, alle tekenen van dat lijkt te gebeuren. Dus daar komt het gevoel van paniek een beetje vandaan. Ik wil heel even inbreken. Ik wil het straks even hebben over mogelijke degradatie. Maar laten we uitgaan, zoals Ruud zegt, van handhaving. Ik wil nog heel even naar de uitgaande transfers. En dan gaan we kijken naar het restant van de competitie. Want ik vind het wel opmerkelijk dat ineens Emmanuel Emega is vertrokken. Ja. En ik begreep dat hij zelf, toen Damau kwam, had hij zelf aangegeven, nee, dan wil ik weg. Klopt dat? Nee, het was niet gebaseerd op een speler die kwam. Hij voelde gewoon te weinig kansen. Ja, goed, kijk. Spelers worden steeds jonger gescout. In Europa, in de wereld. Ja, dus ondanks dat hij nog echt behoorlijke stappen binnen Sparta kon maken, volop in ontwikkeling was, komen dat soort clubs al bij dat soort jongens uit. En die gaan dan niet eerst Sparta informeren. Die gaan gelijk op die zaakbenemer en op de speler. En die maken hem daar al warm voor. Je kunt ook zeggen, een beetje gek voor. Nou, dan komt het verzoek vanuit het kamp Emeka van, hey, zouden jullie mee willen werken aan een mogelijke transfer? Dan ga je natuurlijk eerst het gesprek voeren van, hey, zou je niet eerst echt vaste baasspeler willen worden, moeten worden? Je onderscheiden met doelpunt en een assist. Om vervolgens veel sterker in die markt te worden gezet. Waardoor je dus de transfer gaat maken. Nou, dat wilde hij niet. Hij wilde nu het moment pakken. Toen hebben wij aangegeven, als dus een club gaat komen, dan moeten ze maar gewoon een bod gaan doen. Wij hebben intern besproken wat voor bod dat zou moeten zijn. Dat bod wordt op tafel gelegd. Ja, dan moet je ook gewoon doorzetten. En dan moet je niet zeggen, maar dat doen we toch niet. En toen hebben we gewoon besloten dat we het zouden gaan doen. Wat was die vraagprijs ongeveer? Die vraagprijs, ik heb daar een beetje moeite mee, omdat ik eigenlijk liever niet over vraagprijzen... Zal ik hem dan beantwoorden? Ja? Dan hoef jij het niet te doen. Nee. 2 miljoen bonus... doorverkooppercentage. Goed geïnformeerd. Zullen we nog even hebben over netto bruto? Ja, of 2 miljoen bruto, denk ik. Als er aan deze tafel over bedragen wordt gepraat, dan wordt er daarna nog wel wat over gezegd. Ja. Nee, want dat is toch met een strik erom. Goudventje, Emmanuel Emega, helemaal niks mis mee. Maar 39 wedstrijden meegedaan, 3 doelpuntjes. En dan 2 miljoen kunnen krijgen. Ik had ook ja gezegd. Die voetbalwereld is af en toe echt zo gek. Toch? Die voetbalwereld gaat steeds sneller. Ja, want wanneer begon dit voor jou? Want wij werden door verrast, maar jij voelde dit aankomen, denk ik. Ja, dit was niet de enige club. Er zijn wel meer clubs geweest, okay. Ja. Hij staat er gewoon, hij stond er gewoon heel goed op en staat er nog steeds goed op. Ja. Dat is wel een hoop geld. Zo. Voor een club als Sparta is dat een hele hoop geld. Dus daarom hebben we ook gezegd, van, als dit soort bedragen op tafel wordt gelegd en de club betaalt dat, wat dus het geval is. Maar jullie hadden pizza, maar heb je dan ook geproost hierop? Want dit is toch een beetje de zilvervloot die dan binnenkomt eigenlijk? Nee, kijk, dat is misschien ook wel een beetje Nederlands. Wij kunnen altijd heel goed verliezen, vind ik. En daar kunnen we heel lang over praten, maar heel slecht winnen. En winnen zeggen we, oké, dit pakken we even, maar de volgende week moeten we er weer staan. In plaats van dat moment, wat Amerikanen veel beter kunnen, echt vieren. Daar mogen wij wat van leren. Dus misschien was dat wel een goede tip geweest. Ook gisteren even een... champagnefles ook vanuit Sparta gezien open te trekken. Ja, misschien doet de voorzitter dat nog. Want het is er een van ons, hij komt uit onze jeugd. Ja, tuurlijk. Dus moet je vieren als je
ja, zo'n product creëert, ja, blijkbaar. Zeker. Wij zeggen het. Nou, je hebt terecht. We hebben hier ook een discussie gehad in deze groep. Toen Sparta dus aan het eind van vorig seizoen in Heerenveen play-off voetbal veilig stelde. En toen werd er een enorm feest gevierd. En ik dacht ook van, ja, moet het wel? Je moet woensdag tegen Feyenoord. Moet je niet in het moment blijven? Nou, maar goed dat we het gevierd hebben. Want Feyenoord was helemaal helaas niks. Mm. Dus inderdaad, ik ben het met je eens. Als je wat kan vieren, moet je het zeker niet nalaten. Ja. Dus, Over vieren gesproken. Hè? En dan gaan we een beetje vooruitblikken op zeg maar de tweede seizoenshelft die afgemaakt gaat worden. In deze podcast is het ook vaak gegaan over dat jullie misschien wel meer hebben genoten van promotie vanuit de eerste divisie naar de eredivisie dan zo'n goed seizoen waarin Sparta achtste werd. Toch? Verwoord ik dat? Van de viering. Okay? Van de viering. Ja. Ja, tuurlijk. De drie promotiefeesten die wij hebben gehad. Ik moest de bier uit mijn sokken wringen. En dat heb ik niet na Heerenveen uitgehaald. Genieten jullie als vaker dan? Maar als je het seizoen wat we vorig seizoen gehad hebben. Met winnen in Heerenveen, waar ik bij mocht zijn. Winnen in Tilburg, winnen in Enschede. Ja, dat was gigantisch. Voetbal is veel minder waard als er geen publiek bij is. Ja. Dus ik had er niet zoveel gevoel bij. Behalve dat het een topprestatie is van iedereen die erbij betrokken was. Ja, hebben we er niet zoveel aan gehad? Wij als supporters. Dus inderdaad, het promotiefeest, ja, dat was geniaal en goud. En dit was ook leuk. Ja, maar veel minder natuurlijk. Hey, ja. Maar zou je dan vaker genieten als je, of meer of intenser genieten als je wint van Telstar, Dordrecht en Helmond Sport? Dan dat je een paar keer gelijk speelt tegen Twente en Utrecht? Ik denk dat Nederlanders helemaal niet zo in elkaar steken. Dat ze alleen maar kijken naar binnenvliezen. Die kijken ook naar het product wat je op de mat legt. Ja. En als die tegenstander van het niveau, met alle respect, Dordrecht, Telstar is, of je kunt je meten tegen Ajax, PSV, Feyenoord, dat trekt toch veel meer aan het eind van de dag. Ja, maar het is wel zo, en dat hebben wij helaas drie keer meegemaakt, zo'n degradatieseizoen. Ja. Het chagrijn wat vooraf gaat aan zo'n degradatie, ja, daar word je niet echt heel vrolijk van. Nee, dat... Nee, en als je kijkt naar die stand nu, word je ook niet heel erg vrolijk. Weet je, Willem II, wat nu 15e staat, 2018. Nou, Sparta staat 16e met 14 punten. Fortuna 13 en PEC Zwolle 2012. Jouw ook wel geliefde PEC Zwolle. Dat wordt nog lastig straks. Of je liefde Zwolle eruit of Sparta eruit. Ja, nou ja, goed. Ja, dan ben je even van de radar een weekje. Ja. Dan ga ik denk ik wel even met een muts op door Zwolle lopen. Maar zover is het nog niet. En we moeten ook geen paniek voetbal spelen. Doen we ook niet trouwens. Maar het is wel alle hens aan dek. En we hebben nog 14 wedstrijden. Of we hebben nog maar 14 wedstrijden. Dus nu moet echt iedereen aanstaan. Ja. Zoals Utrecht aanstond 2 weken geleden. Zo moeten wij nu ook aanstaan als we zondag in de Kuip tegen Feyenoord spelen. Jij ziet het goed komen, Ruud. Op basis waarvan? Nee joh, ik kan toch hier niet als Sparta gaan zitten verkondigen dat we even een pak slaag gaan krijgen. Ik zeg dat Sparta zwaar in het nadeel is, omdat er weer publiek bij mag. Nee, ik bedoel gewoon... Ik heb altijd gezegd van afhankelijk van wat er in de winter gaat gebeuren. Nou, wat er in de winter gebeurd is wat mij betreft hoopgevend. Hè, Sparta haalt geen Dusan Tadić, want dat kunnen we gewoon niet betalen. Maar nou, wel vraagtekentjes, zei Gerard net. Nee, maar als je dan... natuurlijk, dat weet je toch, maar met Namli, met Dalmau... Verschuren heb ik niet zo goed helder voor me. Maar er is een aantal spelers gehaald wat mij hoop geeft dat Sparta dit seizoen gaat overleven. En jij hebt ook meer hoop gekregen, Anton? We hebben gedaan wat we konden en dat is heel fijn. Heb je meer hoop gekregen? Nee, want de maand januari is op het veld natuurlijk niet gelukt. Dat is niet waar. Nou ja, de maand januari valt niet gelukt. Nee, de maand januari valt uit 1-2 wedstrijden. Cambuur was goed en Utrecht was niet goed. Ja, maar goed en te weinig punten en niet goed is om het al een hele slechte start van... Waar ik in ieder geval heel erg op gefixeerd was. In januari gaat het goed komen. Nou, dat is nog niet gelukt. En nu krijgen we het zwaar. We moeten het inderdaad, zoals jij zegt, helemaal gaan laten zien. Ja, maar we moeten ook een beetje realistisch zijn. Cambuur uit, een punt waar we missie wel op meer hadden mogen rekenen. Zeker gezien de eindfase. Maar Utrecht, normaal gesproken, als wat ik zeg, als die aanstaan, als alles klopt. Want ik hoor nog zeggen dat Utrecht helemaal niet op zijn best was. Nou, als je in het stadion hebt gezeten, jij was er, dan stond Utrecht er hartstikke goed op. Vooral hoe ze verdedigden en hoe zij bij ons op het middenveld staan. Als je geen enkele kans creëert, is dat wel heel teleurstellend. Nee, absoluut. Dat was ook onze teleurstelling. Verliezen kan, maar niet... Ja, en we kwamen er een paar keer onderuit tussen de 20e minuut en de 45e minuut. En dan heb je zo'n gevoel, nou speel je er een paar keer onderuit, tweede helft, nou gaan we ons oprichten. En dan krijg je gelijk zo'n goal om de oren. Ja, dat moet er dus echt uit. Ja.
Ja. Maar we moeten niet ons gelijk in de graf gaan praten van, hey, dus weer dat verhaal van Cambuur, dat is normaal. En Utrecht is super slecht. Nee, het is een beetje ertussenin. Alleen nu gaat het er wel om, ja. Zelfs in de Kuip, daar moeten we wel een dusdanig resultaat halen qua... ook spelen en verdedigen, ja, aanvallen gevoel, en dat soort dingen. Qua ook, gevoel, precies. Kansen creëren. Want dat je daar een resultaat qua punten haalt, is niet zo groot natuurlijk. Precies, maar goed. Zeg je niks geks, hè, mannen? Nee hoor, nee, zijn okay. Bonuspunten. Oké, okay. Maar daarna heb je Willem II thuis en Fortuna uit. Dan zegt deze scorebordjournalist, 4 puntjes minimaal. 6. Het zal ook in. De lat wordt even voor je zorgen gelegd, Gerard. Ja, ik ben het eens. Ja, 6 ben ik eens. Ik ben ook het eens met 4. Ja. Ja, maar als wij begonnen waren met een winst in Leeuwarden en een verlies in Utrecht. En die zat er gewoon in. Want als Coremans die bal gewoon vasthoudt, dan win je daar gewoon. Ja. En dan hou je uit tweede wels 3 punten. Ja. En dan zegt iedereen, nou, dat is een lekker begin. Ja. Maar lekker, door zo'n keepersfout wordt dat hele begin om zeep geholpen. Ja. Dat zeg ik. Dat is lekker dat Okoye terug is. Jij hebt zijn juichen toen Nigeria werd uitgeschakeld. Nou, dat heb ik hier geloof ik gezegd. Ja. Alleen ze deden het in het begin heel erg goed. Maar ik heb hem vanochtend ook even in de ogen gekeken. Ik zeg van, de poolwedstrijden waren prima. Maar ik was hartstikke blij dat jullie gelijk tegen Tunesië... Ja, hij moest lachen. Ja. Gelukkig. Mooi. Ja, hij was blij dat hij terug was en dat hij de ploeg kan helpen. Ja, maar dus... hij komt in een heel andere ploeg terecht. Ja. Dat is ook fascinerend natuurlijk. Ja. Ik bedoel, de wereld zag er wel anders uit toen hij vertrok. Ja. Hey, ik had in mijn draaiboekje geschreven, wat ga je nu doen? Jeugdopleiding, vraagteken. Maar het eerste prioriteit is natuurlijk zoeken naar een nieuwe trainer. Denk ook, ik. Maar ook zeker... Wat ga je met de jeugdopleiding doen? Het is niet zo dat ik alleen maar de afgelopen maand alleen maar beelden heb gekeken over spelers. En, dat is wel de prioriteit, denk ik. Dat is prioriteit, maar een dag heeft 10 uur, 11 uur dat je kunt werken. Dus we hebben al heel veel gesprekken gevoerd over de jeugdopleiding, met Jeroen van Rijsdijk gezeten. Om daar ook richting aan te geven. Met trainers, jeugdtrainers gesproken. En daar gaan we nu verder mee. Want Sparta is natuurlijk niet alleen maar de korte termijn. Heb je een goed beeld van hoe de jeugdopleiding er momenteel voor staat? Daar krijg ik steeds een beter beeld van. En? Ja, dat ziet er gewoon heel erg goed uit. Alleen de kwaliteit bepaalt ook van wat de uitstroom is van je jeugdopleiding. Nou, en daarin moet je ook altijd zorgen dat jeugdopleiding, hoofdselectie, dat dichter bij elkaar wordt gebracht. Dat is niet alleen maar een goed functionerend belofteteam, maar dus ook individuele spelers een podium weer geven om dichter bij een eerste elftal mee te mogen trainen, oefenwedstrijden te spelen of wat dan ook. Dus daar zijn we ook mee bezig om te kijken hoe we dat kunnen inrichten. Maar hoe is de vibe op te brengen? Want ik kan me niet voorstellen dat enkel door het weghalen van Verstee daar ineens weer de zon is gaan schijnen. Want daar was nogal wat aan de hand. Daar waren mensen die ontevreden waren en dat ook hebben aangegeven aan ons. Rijsdijk is aangesteld door Verstee. Er zitten nog steeds trainers die door hem zijn aangesteld. Heb je daar extra werk aan om iedereen weer een glimlach te geven? Ja en nee. Ik heb sowieso met iedereen een gesprek gevoerd. In de eerste weken dat ik bij de club kwam. Dus ook met de mensen binnen de jeugd. Dat vonden ze, wat ik begreep, heel fijn. Ik ben naar Terbregge geweest. Ik heb met een ieder gesproken. Ik heb daarna met Jason Oosten gesproken. Die was toen al weg. En ook met Nathan Rutjes bijvoorbeeld. Ik denk in de manier hoe ik samenwerk. Hoe ik... dingen neerzet en mee wil denken in de ontwikkeling van individuele spelers binnen jeugdopleiding, heb ik alleen maar heel veel positiviteit ontvangen. En dat ik denk dat we daar goede mensen aan boord hebben gehad. En dat Henk met Rijsdijk, maar ook met Jesper Gudde, twee prima mensen heeft binnengehaald bij Sparta. Heb je eigenlijk alweer een bakkie gedaan met Henk Verstee? Dat zou je gaan doen? Het gaat nu open, hè? Ja, het is wel even open. Is het zo? Hier is in Rotterdam ook. Maar Van der Valk schikt ook koffie. Die hotelbar. Ik heb helemaal onder een steen geleefd de afgelopen. Nee, maar dat gaat nog steeds gebeuren. Zal ik jullie daar even dan over informeren? Als dan hangen wij even wat camera's op. En kom je dan eerst hier langs? Ik kan het bakje koffie hier ook doen. Ja. Dat is lekker koffie toch? Ja. Iedereen is heel erg bezig met het bakje koffie wat ik met Henk Verstee moet doen. Maar dat vind ik wel mooi. De ogen zijn op je gericht, hè? Ja, nee, dat is... Ja, is dat anders dan in het oosten van het land? Word je nu meer in de gaten gehouden? Ja, dat wel. Maar goed, het is ook wel zo van podcast, volgen, hè? Jullie als Sparta, watches vanuit Rijnmond, RTV Oosten, die zat er ook best wel dicht op.
Maar niet zoals hier het geval. En hoe is dat, als ik vraag hem, als ik... Ga je gauw even naar de wc. En hoe is dat in de Amerikaanse media? Hoe word je daardoor benaderd? Ja, bij Cincinnati, zeg je. Met enorm respect en afstand. En hopelijk heb je even een minuutje voor mij om een vraag te stellen. En als dat niet kan, dan doen we dat volgend jaar wel een keer. Dus ik was juist vanuit het Nederlands van, ja, gewoon, als jij een vraag hebt, dan bel je mij. En dan neem ik hem op. En als het niet lukt, dan appen wil. Maar in Amerika is dat echt afstand. Ja. He, dus de mediamensen van de club organiseerden allemaal van die mediabijeenkomsten. En dan zat ik gewoon persconferenties te geven. Terwijl ik liefst gewoon één op één ook een gevoel wilde geven van hoe we werkten. En mensen meenemen, ook media, van wat we aan het doen zijn. Amerika, echt afstand. Heel veel afstand op respect. Dus van, als het maar niet te veel tijd... Ik zeg, ja, ik ben hartstikke druk. Maar goed, vertel maar even. Maar toch, die media loopt daar wel door de kleedkamer heen. Dat is dan ook alweer een contrast. Ja, naar de wedstrijd, ja. Dus altijd even de... Jaap deed dan, maar Ron ook uiteraard, een nababbel. Jaap Stam en Ron Jans bij Cincinnati. En dan daarna komt... eigenaren zijn ook trouwens al in de kleedkamer en bestuur. Dus iedereen is een volle kleedkamer op dat moment. Dan doet de hoofdtrainer even zijn verhaal. De general manager, ik dus, technisch directeur, doet ook even een verhaal over wat hij vindt van de wedstrijd. Dat is in Nederland ook helemaal niet gebruikelijk. Ik ben wel in de kleedkamer, maar ik zeg in principe niks. En dan komen alle journalisten binnen en die gaan dan één op één in de kleedkamer, in de locker room, interviews afnemen. Is ook afnemen. Mooi toch? Ja, maar dit is iets wat we moeten introduceren natuurlijk. Hè? Maar één ding, hè? In Nederland is de kleedkamer eigenlijk. Ja. Ja, nou precies. Ja. Precies. Dus ik neem twee Nederlandse hoofdtrainers mee. Als ik dit had voorgesteld in de Sparta kleedkamer, dan zegt, ja, maar de kleedkamer is heilig, dat gaan we niet doen. Maar echt blijven. Het heeft wel een kop gekost natuurlijk. Ja, maar dat was iets anders. Dat was een andere situatie. Maar wel dezelfde, door die sfeer. Het was wel in een locker room. Ja. Maar en als we dan daar zijn, dat geldt ook voor spelers, hè? Is het in één keer een wordt het geaccepteerd en oh, dat is wel mooi dat we dat zo doen. Ja. Maar als we het in Nederland doen, dan gaat bij wijze van spreken je kop eraf. Wij hebben hier natuurlijk mee geëxperimenteerd bij Sparta. We hebben een soap gehad, dus ver voor jouw komst. Maar camera's en microfoons in de kleedkamer, dat was geen succes. Nee. Ik denk dat je die camera's daar weg moet halen. Heb je nog wel de ambitie om ooit weer in het buitenland te werken? Eerst ga je natuurlijk succesvol zijn bij Sparta, dat snap ik, maar daarna? Ja. Nou ja, over 8 jaar zou ik daar nog eens een keer naar willen kijken. Ja, goed, werken in het buitenland is altijd heel uitdagend en geeft zoveel andere nieuwe dingen. Maar ik ben ook hartstikke blij dat ik hier gewoon weer terug ben en dat ik mag werken voor een club als Sparta Rotterdam. Ga je hier wonen? Ik ga hier wel, ik ben hier op zoek naar een appartement, want ik wil gewoon hier veel tijd zijn. Niet alleen maar om te werken, maar ook gewoon een gevoel te krijgen van de stad, wat hier leeft. En dat wil mijn vrouw ook graag, dus we gaan een beetje pendelen heen en weer, maar ik ga wel een appartement zoeken hier. Gunstige tijd om een appartementje te kopen. Ja, dus eerst maar even erin blijven. Je kunt beter van de volk gaan wonen. Dat is wat goedkoper. Ja. Wil je nog wat vragen aan Gerard, zo aan het eind van deze podcast met video? Nou, we hebben hem wel een lijstje natuurlijk. Jij hebt bijvoorbeeld nooit meegemaakt hoe het is om in een vol kasteel te zijn, volgens mij. Tenminste, daar niet in deze functie. Ja. Nee, daar kijk ik echt naar uit. Er staan je wel wat dingen te gebeuren natuurlijk. Ja, en in een borreltje doen of een biertje drinken in het supporters home. Dat heb ik ook al afgesproken met een aantal supporters. Dat vind ik ook heel belangrijk. Ik heb nog geen beeld van de supporters. Dat is heel bijzonder. Ja, via social media, waar ik zelf niet op zit, maar wat ik dan begrijp. Want iedereen mag een mening hebben en moet meedenken en moet wat vinden van onze club. Maar ik vind het ook wel even om naar een wedstrijd straks in het supporters home te zijn. Om daar gewoon onder het genot van een biertje te praten. Of we mogen komen? In de dat heb ik nog niet gezegd. Of we dicht blijven of dat we 1/3 van ons mag gaan komen. Dat is een hele goede vraag. We hebben vanmiddag bestuursvergadering naar deze podcast. Dus dat zal het onderwerp zeker op tafel worden gelegd. Want alle hens aan dek nu. Volgens mij scheelt ook wel 1/3 aanwezigheid van supporters. Nou, wat ik wel weet vanuit directie, vanuit bij Manfred, dat de intentie is om 1/3 open te gaan. Maar goed, of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, dat zal vanmiddag ook weer besproken worden. Dus we hopen dat ik dan ingelood word, hè?
Oh, eigen belang. Anders, anders zit ik thuis weer. Ik vond het wel goed stel vandaag. Ik denk dat je weer een goede kans maakt. Maar we hopen toch echt wel dat natuurlijk. We... Ja, zeker. Zo snel mogelijk. Ja. Zo snel mogelijk volle bak. En dat een Sparta lied meezingen als ze het veld opkomen. Staand, hè? Ja, staand. Ik heb er een fotootje van gemaakt en elke avond even op de rand van het bed oefen ik even. En dan niet hopen dat er een scheidsrechter is die te vroeg influit, hè? Zoals de vorige keer. Dat is hij dus. Dan grijpen we in. Hoe vond je dit? Ik vond het leuk dat je er was. Ik vind het goed om hier te zijn. Dus ik kom graag nog een keer terug. Nou, je bent altijd welkom bij FC Rijnmond. Bij je gewoon bij deze podcast. Dus laten we het gewoon aan het eind van het seizoen nog een keertje doen. Want ik ben ook bijvoorbeeld wel benieuwd, maar de tijd zit erop. Hoe die jongen van Volendam is bijvoorbeeld. Is het een basisspeler volgend jaar? Ja, Mike Eerthuizen. Ja. Nou, maar kan je dat niet een klein vraag komen? Mag toch nog even een naastootje? Een klein naastootje over die jongen uit Volendam? We kunnen nog 10 minuten door. Heb je dat even helemaal door? Dat extra lijstje met vragen even erbij. Ja. Kijk, Mike Eerthuizen is natuurlijk een aankoop voor het volgende seizoen. Wat ik zeg, in de winterstop, in de januari ben je heel druk bezig met nu. Maar je kijkt ook door naar volgend seizoen. Mm-hmm. Op dat gebied hebben we aflopende contracten. We hebben al een goed beeld wat voor spelers er beschikbaar zijn. Jonge spelers, jongens die waarde gaan creëren in je selectie. Mike Eerthuis is in onze beleving daar één van. En dat hebben we dus ook gedaan. En dat zal de komende weken, maanden nog een aantal spelers volgen. Maar ik ben naar transfermarkt.de gegaan. En dan zie ik Eerthuis is geen basisspeler bij Volendam. Maar dus wel goed genoeg voor Eredivisie Club Sparta. Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want hij is nu op dit moment wel basisspeler. Hij is even weer op de bank terechtgekomen. Heeft 50 wedstrijden gespeeld op eerste divisieniveau. Wij hebben hem nu niet gehaald. Want dat hadden we ook kunnen doen. Hè, om aflopend contract. Dan hadden we een klein transfersom betaald. En dan was hij nu Sparta-speler. Hebben we bewust niet gedaan. Omdat we ook zien dat hij nog stappen moet zetten. Ik ga nu ook niet zeggen dat hij een basisspeler direct zal zijn. Maar hij zal er naartoe moeten groeien. En hopelijk heel snel na een voorbereiding dat hij dat al... dat hij ons gaat verrassen. Het contract met Bart Vriends loopt af bijvoorbeeld, hè? Centrale verdediger. Wil je die verlengen? Ja, dat zijn we nu mee bezig. Ga je nu mee bezig zijn, denk ik. Ja, ik geloof dat ook in de podcast van Bart Vriends zelf. Ja, zeker. Paco Ferreira is niet waar, hè, Ruud? Dan zet je er even eventjes mooi... Nou, ik werd getipt door een collega, want ik luister die podcast niet. Dus ik wist niet dat dat daarin besproken was. Maar ik werd getipt door een collega. Vraag hier even naar. Dus, nou, dan doe je dat natuurlijk. Dan doe ik dat. Als collegiale persoon, maar ja. Verder nog iets? Hebben we verder nog dingetjes? Ik geloof dat we alles hebben alles besproken, hè? Tot nu toe hebben we alles besproken, ja. Nou, dan ga ik je nogmaals danken. Er is nogal iets. Oh. Er is toch wel iets. Ja. Bestuursvergadering begint bij mij over een kwartiertje. Jij mag zo gaan, ja. Die speler van Lazio Roma. Is het nou waar dat het salaris blijft... Dat wordt betaald door Lazio, dus dat ze blijven dat betalen. Dat is wat er rondzinkt in ieder geval. En als dat zo is, dan zou je denken... Dan is vraag 2, moet die dan worden opgesteld? Want... Oh, dat ze dan als eis hebben van hij moet wel spelen. Toch. Je gaat toch niet een van je talenten sturen en... De sportdirecteur van Lazio. Ja, dat is een vriend van je inmiddels. Dat is inmiddels een vriend van mij, maar dat is ook een Sparta-vriend. Ja. En die heeft dus een heel genereus gebaar gedaan voor Sparta. Ja. Om deze speler bij ons neer te zetten. Zonder... En daar wil ik het bij houden en daar ga ik de rest niks meer over zeggen. Okay. Punt. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel Anton, dankjewel Ruud. Bedankt ook voor het luisteren en voor het kijken naar deze bijzondere podcast. Hou lekker Rijnmond.nl in de gaten. Ook voor het allerlaatste Sparta-nieuws. Vrijdag een FC Rijnmond met Frank Arnissen. Maar daarin gaan we het ook hebben natuurlijk over de wedstrijd van Sparta bij Feyenoord. Dus nogmaals bedankt voor het luisteren en het kijken. En heel graag tot een volgende keer. Dag.